In Rotterdam gaat het goed en afgelopen zomer heb ik het een en ander gesproken over het onderwerp eigenlijk wat perfect aansluit bij het onderwerp route. Dus ik vind het leuk om die preek ook met je te delen. Sterker nog, ik was enthousiast en kon eigenlijk niet wachten om het met je te delen. Dus ik hoop dat je er klaar voor bent, dat je hart open is om te ontvangen wat God wil spreken. Want uiteindelijk als we Gods woord openen, dan is het niet zozeer ik die hier zoiets aan het vertellen ben. Maar dan weet ik zeker dat God ook persoonlijk je wil bemoedigen en je wil aanraken. En iets persoonlijks voor je heeft. In Rotterdam zelf gaat het prima. We zijn een toffe kerk, we groeien. Maar ook, weet je, we hebben ook onze uitdagingen. Weet je, van hoe ga je nou er komen steeds meer mensen in de kerk. En hoe gaan we ze nou allemaal opvangen? Hoe gaan we nou zorgen dat iedereen zijn plekje vindt? Hoe kunnen we ze helpen om ze bij God te brengen, om ze te wijzen naar Jezus? Hoe kunnen we de juiste cursussen, hoe kunnen we de juiste dingen aanbieden? En dat zijn mooie uitdagingen, ook ontzettend gaaf om te doen. Maar ik geloof wel dat het alles te maken heeft met de groei die we ook van binnenuit mogen meemaken met elkaar. En er staat een hele mooie tekst in de Bijbel die ik met je wil delen. 2 Korinthe 3, vers 17 en 18. En dat gaat over dat groeien eigenlijk veranderen is. Groeien is eigenlijk veranderen. Wie van ons, tenminste ik hoop dat je weet en met me bent, dat echte groei, echte verandering gebeurt van binnen. En niet alleen aan de buitenkant. Het zou toch wat zijn als je hebt Zack net gezien, hè, jochie, 2 jaar, heerlijk ventje. Maar dat als hij 12 is, dat hij er nog precies hetzelfde uitziet. Ik bedoel, dat is niet oké. Sterker nog, als hij dan 22 is straks, over 20 jaar, dat zijn hoofd er nog precies hetzelfde uitziet. Misschien dat hij dan wat langer is geworden, maar dat allemaal. Nee, sterker nog, we groeien en we veranderen. En dat betekent dat je dus over 20 jaar, dat mensen je misschien niet eens meer herkennen. Dat je een totaal ander persoon bent geworden. Als het goed is. Maar zo is het ook in een kerk. Zo is het ook in een organisatie. Zo is het ook waarschijnlijk in je connectgroep of op je werk. Het zou toch wat zijn als je connectgroep er nog hetzelfde uitziet 20 jaar geleden als nu. Als de kerk er nog 20 jaar geleden hetzelfde uitzag als nu. Nou, City Life Church is een kerk die niet zo in elkaar zit. Jozef heeft 2, 3 weken geleden volgens mij een paar leuke foto's laten zien van hoe de kerk eruit zag toen we nog op de Binkhorstlaan zaten. Hebben jullie die gezien? Een aantal van jullie waarschijnlijk wel. En daarna, als je kijkt hoe het hier uitziet, als je toen voor het eerst in de kerk kwam en daarna nooit meer geweest zou zijn, en je komt nu voor de eerste keer hier in de dienst, dan vraag je af, wat is dat, die kerk, dezelfde kerk? Nee, we zijn veranderd. We zijn doorgegaan. We zijn groter geworden, volwassener geworden. Dat is niet alleen als kerk, maar ook voor onszelf. En hoe mooi is deze tekst, 2 Korinthe 3, vers 17 tot 18. De Heer is de Geest. En waar de Geest van de Heer is, is vrijheid. Niet deze tekst misbruiken, hè? Dat zei ik in de eerste dienst ook al. Niet deze tekst misbruiken. Zo van, oh, dan kan ik lekker doen wat ik zelf wil. Hè? Want God zegt toch, er is vrijheid. Nee, de vrijheid gaat erover dat je kan gaan doen waar God je voor bedoeld heeft. Daar gaat deze tekst over. Dat de blokkades en de barrières waar je tegenaan loopt. Dat de groei die je misschien ervaart in je leven, die ergens tegen een plafond aanloopt. De Heilige Geest is ervoor. De Heilige Geest is ervoor om je vrij te maken van al die blokkades. En van die obstakels die je remmen in je groei. We gaan verder. En op ons gezicht is het licht van de macht en majesteit van de Heer te zien. Want er is geen doek over ons gezicht. We zijn als spiegels die steeds meer op de stralende macht en majesteit van de Heer weerspiegelen. Want we gaan steeds meer, hier komt hij, we gaan steeds meer op Christus lijken. Dat gebeurt door de Geest van de Heer. De Geest van de Heer is de Heilige Geest. Laten we eerst bidden. Vader, dank u Heer voor deze dag. Dank u Heer voor deze tweede dienst hier in City Life Den Haag. En Heer, u kent ons allemaal. U kent iedereen persoonlijk. En u weet ook waar we doorheen gaan. U kent onze persoonlijke uitdagingen. En ik bid in Jezus' naam, Heilige Geest, wilt u op dit moment de zaal compleet vullen? Wilt u al onze hart, als we onze hart openen, wilt u ons aanraken? En ik bid, Heer, dat u voor iedereen persoonlijk, niemand uitgezonderd, een persoonlijke bemoediging zal hebben. Een persoonlijk woord, Heer. Dat u ons nieuwe kracht geeft, nieuwe energie. Heer, wat we nodig hebben om onze volgende stap te zetten in ons leven met u. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Hey, deze tekst, we hebben hem net genoemd. Het laatste stukje. Want we gaan steeds meer op Christus lijken, steeds meer op Jezus lijken. Dat gebeurt door de Geest van de Heer. Dat kan misschien wat passief lijken. Zo van, de Heilige Geest is degene die mij verandert. Dus ik hoef niks te doen.
Ik wacht gewoon. Heilige Geest doet het wel. Ik denk dat dat maar niet helemaal zo waar is. Ik denk dat er iets meer voor nodig is. Sterker nog, ik denk dat jouw toestemming en ik denk dat jouw medewerking vereist is om ook daadwerkelijk te kunnen veranderen. Om ook daadwerkelijk dus te kunnen gaan groeien. En het voorbeeld wat ik wil gebruiken is, ik ben zelf een grijs verleden, een seizoen of 4, heb ik gevoetbald. Geloof je natuurlijk niet, hè? Ja, ik heb ook gevoetbald, maar ik was keeper. Hè? Dan zeg je, oh ja, zie je keeper. Ja, inderdaad. Nee, ik ben keeper geweest. En de trainer in die tijd, die zag wel iets in mij. Die zei, Daan, ik zie dat je wel talent hebt. En ik ga je helpen om beter te worden. Om te zorgen dat je ook in het eerste van het elftal terechtkomt. En dat we gaan gewoon het maximale wat er bij jou in zit, gaan we eruit halen. En wat je daar zag, is dat ik moest toestemming geven aan die trainer om ook met daadwerkelijk met mij aan de slag te gaan. En ik moest natuurlijk eerder komen op een training, weet je wel, want daar was natuurlijk aparte tijd voor genomen. En ik moest ook echt hup in de blubber duiken, weet je, als keeperstrainer. Goeie tijd, heerlijke tijd gehad in die tijd. Maar dit is ook hoe het werkt met de Heilige Geest. Hoe het als we hem deze hier heel goed toepassen op ons eigen leven. Wij mogen de Heilige Geest toestemming geven om ons te gaan trainen. Sterker nog, als het hierover gaat en de verandering, ik verander, maar de Heilige Geest zorgt dat ik verander. Hij is degene die aan de slag gaat, maar ik ben degene die uiteindelijk verandert. Zo was het dus in die training ook. Ik was degene die veranderde, beter werd in keeper. Uiteindelijk heb ik ook in het eerste gespeeld van die jeugdelftallen dan. Maar de trainer was degene die mij aan het veranderen was. Hij was degene die zijn tijd instak en me de tips gaf en me hielp om ook echt beter te worden. Zo is de Heilige Geest ook. Hij is daar zo degene die jou gaat veranderen, die jou aan het veranderen is. En jou traint en jou helpt, naast je staat, je bemoedigt. We hebben allemaal bemoedigaars nodig in ons leven. Ik hoop dat je mensen om je heen hebt die in je geloven. Net zoals dat ik een keeperstrainer had, die zei, Daan, ik geloof in jou. Ik zie talent in jou, jij kan dit. Jij bent degene die in het eerste van deze jeugdelftallen kan spelen. En ik ga mijn tijd investeren, ik ga zorgen dat jij daar komt. Zulke mensen hebben wij ook nodig in ons leven. Mensen die naast ons staan, mensen die ons bemoedigen. En dan tegen ons zeggen, hey, misschien voel je het zelf zo niet. Maar ik geloof in je en ik weet zeker dat jij het kan. Hey, soms kan het zijn in een groei waar je misschien op dit moment ook bent, dat het wat frustreert. Dat je zou willen dat je nog verder bent dan waar je op dit moment ook al bent. Dat je tijd hebt geïnvesteerd, dat je bezig bent om te groeien, maar dat het resultaat nog ver weg lijkt. Weet je, ik wil je aan de hand van 2 foto's laten zien dat het soms goed is om dan eens terug te kijken naar hoe het was. En hij komt al op het scherm, zag ik. Dit is hoe Rotterdam er tegenwoordig uitziet. We hebben een aantal keer diensten gehad in een vrij grote hal in het gebouw waar we zitten. En nou is het niet zo dat de hele hal gevuld was. De foto is ook een klein beetje donker. Maar je ziet dat we ons podium eigenlijk wel een beetje aan het lijken is op hoe het hier in Den Haag eruit ziet. En we zijn er trots op. Weet je, lekker rook en bewegend licht. En nou, allemaal hartstikke mooi. Degene die mij nog kennen. Ik heb ook productie gedaan. Ik heb ook worship gedaan. Ik vind dat natuurlijk helemaal fantastisch. Hè? Dat snap je wel. Maar dit was dus onlangs. Volgens mij in september, oktober of iets dergelijks. Maar dan kan het zijn dat ik daar naar kijk en dat ik denk van ja, dat is nog niet goed. En dat moeten we nog beter doen. En we zouden dit nog bla bla. Je snapt wat ik bedoel. Dan is het soms goed om eens terug te kijken hoe het dan ruim 1,5 jaar geleden was. En dat is de volgende foto. Kijk. Zie je? In een soort seminarzaaltje. Daar hadden we, dat waren onze eerste kerkdiensten. En op deze manier, met een simpel podium, wat lampen die op het plafond gericht waren, zo zijn we begonnen. En we zijn gegroeid. En soms is dat goed om eens terug te kijken hoe het was. En dan te ontdekken, wauw, hoe ver zijn we eigenlijk al gekomen. En ik hoop dat dit je bemoedigt op misschien de weg waar jij bent op dit moment. Hey, ik wil met je kijken naar een klein beetje leiderstraining. Klaar voor leiderstraining, iemand? De groeicirkel. Misschien ken je hem wel. Hier komt hij. Ik heb een paar weken geleden bij onze leiderstraining hebben we hem genoemd. En deze wordt ook wel vaak, volgens mij op onderwijs ook gebruikt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies weet wie deze ooit bedacht heeft. Maar deze cirkel leert ons eigenlijk hoe het aanleren van gedrag of het aanleren van een eigenschap gaat. En je ziet daar zo dat je eerst onbewust onbekwaam bent. Dan word je bewust onbekwaam. Ga je naar bewust bekwaam, onbewust onbekwaam. Snelle korte uitleg. Zack, onze lieve kleine jongen. Is inmiddels 2 jaar, maar toen hij net geboren was, laten we zeggen tot ongeveer 1 jaar, was het zo dat hij aan tafel zat en als hij honger had, was het gewoon huilen, mond open en er ging eten in.
Ik neem aan dat jullie dat ook zo herkennen. En dat gaat eigenlijk zo al die tijd door. Tot het moment dat hij aan tafel zit en ontdekt. Hij wordt, want hij is dus eerst onbewust onbekwaam. Maar hij springt naar bewust onbekwaam van het feit dat hij de enige is aan tafel die niet in staat is om met een lepel of met een vork te eten. Dus hij is aan het kijken hoe Joy dat doet. Hij is aan het kijken hoe papa en mama dat doen. En dan zegt hij, zelf doen, weet je wel. Nou, dat gaat natuurlijk niet goed, dat snap je wel. En ik zou je adviseren, gebruik spinazie niet als oefenmaaltijd. Dat gaat niet goed. Vreselijk, op zijn haar, in zijn gezicht, in zijn oor, overal zat dat spul. Maar koste wat kost, hij wilde zelf eten. Hij wilde het echt zelf. Nou goed, dat hebben we zo laten gebeuren. En hij doet dat steeds beter. Daar gaat natuurlijk tijd overheen van het feit dat hij bewust werd van het feit dat hij zei, hé, ik kan dit dus niet, dus ik moet hier iets mee gaan doen, want de papa en mama kunnen dat, Joy kan het ook, ik wil dat ook kunnen. En hij traint dus langzaam en wordt dus bewust van het feit, ik kan dit ook. En als het goed is, gaat hij door naar onbewust bekwaam. Dus dat hij niet meer hoeft na te denken hoe hij nou die lepel moet beetpakken. Sterker nog, hoe wij allemaal eten, als het goed is. Het kan zijn dat er wat mensen zijn die wat moeite daarmee hebben. Maar wat ik bedoel is, wij hoeven niet meer na te denken over hoe moet ik die lepel beetpakken. En hoe moet die gedraaid worden. En dan zo kijken of dat hoeft niet meer, als het goed is. Maar dit is ook hoe het is in ons geestelijk leven. En hoe we dat kunnen toepassen. Voorbeeldje. Stel je voor, je komt op een zondag in de dienst. En we hebben een goede spreker, pastoor Erald, staat hier zo. En die vertelt aan jou dat de Bijbel ons leert dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Dat we onze zorgen aan God mogen geven. Want hij is degene die voor ons zorgt. Hey, dat betekent dat we eerst eigenlijk iets hadden van, hey, ik word nu bewust van het feit dat ik mij eigenlijk best wel veel zorgen maak. Dus je wordt bewust onbekwaam. Je wordt bewust van het feit dat je eigenlijk te veel zorgen maakt, dat het niet nodig is. En dan gaan we een leerfase in, waarin we er de Heilige Geest, als het goed is, hebben we het over gehad, die gaat met je aan de slag. En dan gaan we misschien wat uitdagingen tegenkomen. Misschien wat dingen waar dat ook echt getest gaat worden. En dan worden we bewust van het feit, hey, ik ben iemand die me veel minder zorgen maakt. En nog idealer zou zijn als we terechtkomen in onbewust bekwaam. Dus dat we ons nooit meer zorgen maken, omdat God altijd voor ons zorgt. Wie is daar zo? Ik geloof er niks van. Nee. Ging ook geen hand omhoog. Dit zou ideaal zijn, maar dat is helaas niet zo. Maar toch moet ik je helaas zeggen, dat als we de cirkel even nog een keer teruggaan, dat het heel vaak is dat wij als christenen blijven hangen in de eerste twee kwadrantjes. We komen op een zondag. Er is een hele goede spreker, die deelt iets met ons. En dan gaan we naar bewust onbekwaam. Zeggen, dat is interessant, goed punt. Moet ik eens een keer iets mee doen? We noteren niks verder natuurlijk. Dan gaan we naar huis toe en een week later zijn we het weer vergeten. En dan springen we dus weer terug naar onbewust onbekwaam. En zo groei je niet. Dus ik wil je bemoedigen om echt daadwerkelijk ook iets te gaan doen. Al zou je maar elke week één zin opschrijven. Eén punt. Ik bedoel, ik praat rustig een half uur vol. Je kan zo 30 punten opschrijven uit dit woord. Maar schrijf er maar één op. En ga daarmee aan de slag. Laat de Heilige Geest met je aan de slag gaan. Je zal een ander mens worden. Want dat betekent 52 punten per jaar. 52. En in 10 jaar, nou goed, ik kan niet zo goed rekenen. Dat laten we aan Joy over, ja toch? Hey, als het gaat over rooted, dan vind ik het heel mooi. Dat, volgens mij het ideale plaatje, het ideale verhaal wat je er omheen kan vertellen, gaat natuurlijk over zaad. Over zaaien, oogsten, over alles wat daarbij komt. En ik wil heel kort met je kijken naar zaaien, oogsten vanuit drie perspectieven. En het eerste perspectief wat ik wil belichten is zaaien, oogsten vanuit de zaaier. En daarna wil ik met je kijken naar het perspectief grond. De grond die zaad ontvangt. En als laatste wil ik met je kijken vanuit het perspectief van zaad. Ook echt wat daadwerkelijk in de grond zit. En daar heb ik drie punten voor. We gaan ze even heel kort doorlopen. Het eerste punt is zaaien. En ik wil gelijk daarbij zeggen, wees een goede zaaier. Wees een goede zaaier. Galaten is er heel duidelijk over. Galaten 6 vers 7. Wat een mens zaait, zal die ook oogsten. Wat een mens zaait, zal die ook oogsten. En aan de ene kant zeg je van, ja, zie je wel, weet je, dus het is je eigen schuld dat je ergens bent. Nou, je mag hem ook omdraaien.
Dat betekent namelijk dat jij goede dingen kan zaaien. Of anders gezegd, als jij goede dingen wil zien, is het in jouw hand om het te zaaien. Weet je, vaak zijn we nog wel eens verrast over hoe dingen en situaties op ons pad terechtkomen. Hoe het kan zijn dat er, nou, vul maar in. En dan is het goed om eens terug te kijken naar je record. Wat heb ik uiteindelijk gezaaid? Voorbeeldje, stel je voor dat je niet zo heel veel vrienden hebt. Dat je zegt van, ja, ik zou toch wel meer vrienden willen hebben. Of hoe kan het nou zijn dat ik... Ga eens terugkijken. Hoeveel vriendschap heb je gezaaid? Hoeveel vriend ben je geweest voor andere mensen? Ik geloof dat het in onze hand is dat wij kunnen bepalen met wat we zaaien, wat we uiteindelijk zullen oogsten. En daarmee bepaal je zoveel, is zelf in je eigen hand, hoe je groeit en welke kant je op gaat. Dus de vraag is eigenlijk, wat zaai je? Tweede is de grond. En daarbij zeg ik gelijk, wees goede grond. Jozua heeft daar een paar weken geleden al iets over gezegd. Over het zaad wat in de akker terechtkomt. En wat er dan mee gebeurt. En ik wil heel kort met je door dat stuk heen. Matthäus 13 vers 18. En daar staat, ik zal je uitleggen, dat zei Jezus, wat het verhaal van de zaaier betekent. Als je het goede nieuws van het koninkrijk van God hoort, maar het niet begrijpt, komt de duivel stilt wat er in je hart was gezaaid. Dat is het zaad wat langs de weg viel. Daarna, er zijn ook mensen die het woord van God horen en het onmiddellijk blij geloven. Hoeveel mensen hebben dat niet, die dat gelijk geloven? Oh, goede preek. En dan, dat is het zaad dat op de rotsgrond viel. Want het geloof van die mensen heeft geen wortels. Het geloof zit niet diep. Ze geloven wel een tijdje, maar als er problemen en moeilijkheden komen, omdat ze het woord geloven, verliezen ze hun geloof. Hoe jammer is dat? Er zijn ook mensen die het woord horen, maar hun geloof wordt verstikt door de zorgen van de wereld en het verlangen naar geld. Er groeit geen vrucht aan hen. Zij zijn het zaad dat in de distels is gezaaid. Het zaad dat in goede aarde is gevallen zijn de mensen die het woord horen en begrijpen en aan wie ook vrucht groeit. Weet je, ik wil je twee dingen hier zo aan vragen, eigenlijk. En het eerste is, welke acties heb jij ondernomen om te zorgen dat jij goed zaad bent? Of goede grond bent, sorry. Ik geloof namelijk dat God, op het moment dat we de Bijbel lezen, dat het zaad is, Gods woord is zaad. En de vraag is, kan jij het goed ontvangen? Welke van deze vier type personen ben jij op dit moment? Oeh, dat is wel weer gelijk, hè? Moet dat nou op zondagochtend? Maar ik weet zeker dat het je zal helpen. Het zal je helpen. En de vraag is, wat heb jij gedaan om te zorgen dat jouw grond goed is? Dat je het woord van God goed kan ontvangen? Wat heb je gedaan om minder zorgen te hebben? Om te zorgen, om te leren hoe je met moeilijkheden en problemen om kan gaan? How is your soul? Je was gezegend door die serie. Ik wel in elk geval. Ik vond het een fantastische serie. We zijn nog niet klaar in Rotterdam, had ik al verteld. Maar deze. En de tweede vraag is, welke woorden en welke gedachten heb je in je hart laten zaaien die niet van God zijn? Je hebt vast wel eens meegemaakt dat je naar je tuin gaat, of mensen die in elk geval een tuin hebben, dat je de deur open doet en dat het onkruid tot zo hoog staat. En dat je dan zegt, wie heeft dat daar gebracht? Wie heeft dat daar gezaaid? Nou, weet je, het is aan jou om te kijken wat je toestaat in je leven. Welke woorden heb jij laten zaaien in je hart? Welke gedachten zijn er in je gekomen? En heb je toestemming gegeven om daar te laten denken? Weet je, minderwaardigheidsgevoelens? Weet je, aanklacht? Weet je, misschien boosheid of wat dan ook? Al die dingen die komen in ons hart. En het is aan ons om te kijken, sta ik er toe of gooi ik het weg? Hey, en het laatste is zaad. Wees goed zaad. En dan kijken we vanuit het perspectief van zaad. En ik geloof dat we allemaal, en Pastor Jeffrey heeft daar iets heel moois over gedeeld, vorige week was dat. Maar dat we allemaal onszelf mogen zien ook als zaad. Dat God heeft iets bijzonders in je gelegd. God heeft je gaven en talenten gegeven. En je hoeft niet op zoek naar je gaven en talenten ergens buiten. Ergens anders. Je hoeft ook niet andere mensen na te gaan doen. Van wat zij goed doen, dat je dat na gaat doen om ook zo te worden. Nee, kijk in jou. Kijk naar wat God in jou heeft gelegd. Want God heeft jou uniek en bijzonder gemaakt. Alleen weet je, het is niet direct daar. Het is niet zo dat als je nu het woord van God hoort, of je leest een keer in de Bijbel, dat daarna direct alles compleet is. Dat je direct als een soort boom bent. Nee, het begint bij een zaadje, hoe klein dan ook. En die staat in 1 Korinthe 15 vers 37. U zaait niet een volgroeide plant, maar een kale graankorrel of iets anders. God laat er de juiste plant uitkomen. Uit het ene zaad komt deze plant en uit het andere zaad die plant. Hier zie je ook dat iedereen is uniek. Iedereen is anders. En wat is er nou voor nodig om dat zaad te laten groeien?
om dat zaad wat in jou zit, wat God in jou gelegd heeft, om dat ook daadwerkelijk naar buiten te laten komen. En zo komen we weer terug waar we dit woord over begonnen. We hebben de Heilige Geest nodig. En degene die nog weten, de vorige keer dat ik hier was, toen hebben we ook gesproken over, over de wijngaard, dat die boom nog één kans kreeg om goed te kunnen wortelen en uiteindelijk vruchten gaan geven. Maar ook daar ging het over water. En ook in deze situatie is het zo. Het zaad wat in ons zit, heeft water nodig om zacht te gaan worden en om uiteindelijk vruchten te gaan geven, om uiteindelijk te kunnen gaan groeien. En het water is het symbolische woord dat we gebruiken ook voor de Heilige Geest. Maar heb je wel eens nagedacht over het perspectief van het zaadje? Dat zaadje wat in de grond zit. Weet je, diep in de grond, want ik doe nu even zo, maar het zaad zit in de grond. En kijkt alleen omhoog. Die ziet alleen lucht. En als hij om zich heen kijkt, het enige wat hij ziet is aarde en water, blubber. En misschien is dat ook wel hoe jij je voelt op dit moment. Dat je zegt van, hé, ik weet dat God iets in mij heeft gedaan. Ik weet dat er wel zaad in mij zit. Ik weet dat God een toekomst voor mij heeft. Maar waar ik op dit moment zie, lijkt het alleen maar blubber. Het lijkt alleen maar problemen. Weet je, ik wil je meegeven, heb geduld. Want een zaadje is niet in één dag opgekomen. En dat wil ik je laten zien, even aan de hand van dit voorbeeld hier zo. Ik heb wat tuinaarde uit Rotterdam meegenomen. He, dat zit natuurlijk vol met waterstoffluoride en allerlei chloorextracten en dergelijke. He, want Rotterdam is een industriestad. Maar nee, dit komt bij mij uit de tuin. En ik wil met je hier zo even naar kijken vanuit... Kijk, ja, zie je hier, aluminiumfolie of zo. He, zo gaat dat. Nou goed, ik wil met je kijken hier naar even de blik van de zaaier. De blik van de aarde, maar ook het blik van het zaadje. En ik heb hier zo een zaadje, of het, ja, een soort van... En die doen we in de aarde, hier zo. En als goed christen zijnde bidden we daar even voor. En zeggen we, Heer, in Jezus' naam bidden we dat dit zaad wat ik zojuist gezaaid heb, als goede zaaier, dat het uit zal komen in Jezus' naam. Toch? Mooi gebed. Ik hoop dat je mee eens bent. En wat we natuurlijk ook nog doen, is een beetje Heilige Geest erbij. Kijk, water nodig om zacht te worden. Zo. Nou, dan kan ik eerst even een kop koffie drinken, maar laten we eens even kijken. Nog niks gebeurd. Nog niks gebeurd. Meer bidden. Laten we nog een keer bidden. Heer in Jezus' naam. Laten we wat schreeuwen naar God. Misschien dat hij even de andere kant op keek. Heer! Wilt... Nee, je snapt wat ik bedoel. Oh, misschien is het wel een Engelstalig zaadje. Laten we in het Engels bidden. Dear Jesus, right now we... Spaans. Spiritu Santo. Tongentaal. Ik hoorde een hele bijzondere tongentaal een paar weken geleden. Shabadabadu. Weet je? Maar nog steeds niks gebeurt. Misschien moeten we meer geloof hebben. In de eerste dienst kwam niet ter sprake. Hoeveel meer geloof zou je moeten hebben om dat zaad te laten ontwikkelen? Om dat zaad te laten groeien? Weet je, ik wil je een klein voorbeeld geven. De Bijbel leert ons dat met het geloof van een mosterdzaadje kunnen we een berg verzetten. Eens? Dat staat in de Bijbel. Maar zou Jezus nou echt bedoelen dat jouw zaad, jouw geloof zo groot moet zijn als een mosterdzaadje? Dat klinkt alsof je nog steeds een bepaalde voorwaarde moet hebben. Dat je wel de grootte moet hebben van een mosterdzaadje. Sterker nog, ik denk dan vaak, kan je nagaan hoe klein mijn geloof is? Nog kleiner dan een mosterdzaadje. En die mosterdzaadje is al zo klein. Of zou het zijn dat Jezus hiermee bedoelt dat het veel belangrijker is, niet hoeveel geloof je hebt, maar waarin je gelooft. Voorbeeld wat ik hiermee bedoel is dit. Stel je voor, je gaat kerstaudities doen. En er zijn iemand die wordt gevraagd om een solo te gaan doen. En die gaat zijn auditie doen en die zingt fantastisch. Dan is het aan mij, als ik daarover zou gaan, niet heel moeilijk om geloof te hebben in die persoon. Want die kan fantastisch zingen. Dus ik weet zeker dat als die persoon gaat zingen, dat het fantastisch zal worden met kerst. Dus hoeveel geloof ik ook heb, of het een klein beetje is, of het 1 is, factor 10, maakt niet uit. Uiteindelijk zal het goed komen. Maar zo is het ook met dit zaadje. Als het gaat over het verhaal mosterdzaad en waar heb je geloof in. Als wij misschien factor 1 geloof hebben in onszelf. Weet je, dat je zegt van, hey, dat God met jou aan de slag gaat. Dat je gaat groeien, dat Jezus bij is. Als het factor 1 is, al is het misschien maar factor half. Het gaat erom waar je geloof in hebt. En als ons geloof is in Jezus,
Dat is factor oneindig. Hoe klein je geloof ook is. Al is het een half keer oneindig is oneindig. 0,1 keer oneindig is oneindig. 0,00001 keer oneindig is oneindig. Het gaat erom dat ons vertrouwen, ons geloof in Jezus is. En niet in onszelf of in ons eigen zaad, maar in God. Hé, maar thanks. Nog even deze. Want we zijn, ondertussen hebben we veel van God gesproken, hè? Dus er is heel veel van de Heilige Geest hier, dat snap je wel. Maar nog steeds is er niks gebeurd. Maar zo is het vaak in ons leven ook. Dat wij iets gezaaid hebben. Dat we misschien een keer naar kijken, misschien twee keer naar kijken. En ontdekken dat er nog niks is opgekomen. Dat we dan denken, nou, laat maar zitten. Gooi het maar weg, weet je, of ik ga iets anders proberen. En ook vanuit de grond, weet je, dat er gezaaid is in ons. En dat het lijkt alsof het niet opkomt. Of sterker nog, als je zelf indenkt dat je het zaadje bent. Dat het te lang lijkt te duren voordat daadwerkelijk ook er iets uit gaat komen. En dan zit je hier en dan denk je, ja, het is leuk dat je dat zegt. Maar we weten toch allemaal dat dat helemaal niet zo werkt. Dat je het wel even de tijd moet geven. Dat je misschien wel een week, misschien wel twee weken voordat er iets groens uit gaat komen hier. Maar hoe vaak is het niet zo dat we wel die tijd gunnen aan deze plant. Maar die tijd niet gunnen aan onszelf. Dat we er te weinig mee bezig zijn. Te weinig alert zijn op wat God aan het doen is in je leven. En dan komen we weer terug. De Heilige Geest is degene die ons groeit. De Heilige Geest is degene die ons verandert. En ons meeneemt in dat proces. En ik wil je vragen om gewoon elke dag de Heilige Geest te vragen. In je hart te zijn. Met je bezig te zijn. Zodat je uiteindelijk gaat worden hoe God je werkelijk bedoeld heeft. Zullen we gaan staan? En ik wil je vragen, als we zo meteen nog een kort moment van worship nemen, om gewoon te reageren naar God. Weet je, op welk gebied je je ook aangesproken voelt, of misschien ook niet. Weet je, maar kijk naar God en vraag Jezus om tot je te spreken op dit moment. Lieve Jezus, dank u voor vandaag. Dank u, Heer, voor wat u gesproken heeft. Hier dat we zo het woord hebben mogen delen. En ik bid, Heer, dat als u mensen zijn die zichzelf aangesproken voelen en zeggen, ja, ik voel mij misschien die grond. Ik voel mij misschien die zaaier. Of ik voel mij misschien dat zaadje. Waarbij het soms te lang lijkt te duren. Dan bid ik in Jezus' naam, Heer, dat u op dit moment met uw Heilige Geest komt. En dat u ons nieuwe kracht geeft. En nieuwe energie. Dat u tegen ons zegt, Heer, ik geloof in jou. Ik geloof in jou. En ik bid, Heer, dat we u zullen toelaten in ons leven. En u de ruimte zullen geven om met ons aan de slag te gaan. In Jezus' naam.